In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is 2 maanden lang een expositie te zien over 1,5 eeuw Dominicus College. Dit jaar sluit dit speciaal onderwijs in Nijmegen na 168 jaar haar deuren. De laatste leerlingen en docenten namen eerder deze week al afscheid van de school. De expositie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is en het Dominicus wil komen uitzwaaien. Vrijdagmiddag werd de expositie geopend. Er is bijna een jaar aan gewerkt door leerlingen en personeel van de school. Het resultaat bestaat uit 3 delen. De historische lijn van het Dominicus College en 2 kunstlijnen met enerzijds werk van leerlingen en anderzijds een docent die foto's heeft gemaakt van de ontmanteling van de school. Natuurlijk vertelt de historische lijn het meest over de ruim 1,5 eeuw waarin de school heeft bestaan. Hoe de school is geweest en is geworden wat hij op het eind was. Dus een tijdlijn door de 168 jaar heen. Filmbeelden hebben we daar ook van deze eeuw natuurlijk, niet van daarvoor. En echt kunst voor leerlingen. Je moet het echt gaan zien, want je kunt het, dat kan je heel moeilijk uitleggen. Dus ik denk dat mensen die in Nijmegen geboren en getogen zijn, hier beslist even moeten gaan kijken. Om eens even op te snuiven hoe het was in die school. En daar krijg je echt wel een heel mooi beeld van. Burgemeester Bruls heeft alvast een rondje door de tentoonstelling gemaakt en is er erg over te spreken. Ik las heel veel over de geschiedenis ontstaan, maar ik vond ook vooral heel mooi hoe aan de hand van bijvoorbeeld een maquette duidelijk is gemaakt, hoe op de plek waar jij nu het stadhuis, het oude het stadskantoor, dus niet het oude stadhuis, maar het stadskantoor staat, hoe daar de Dominicanenkerk stond, waar die school aan verbonden was. Dus het laat ook heel erg goed zien, niet iets over hoe de school nu is, maar juist over wat geweest is. En dat toonde ook wel aan de verbondenheid. Komend vanuit het centrum van de stad en dan verhuisd naar Neerbos, dat is heel erg goed in kaart gebracht. Ondanks de lange geschiedenis is de school altijd goed met zijn tijd meegegaan, vindt ook de burgemeester. Als ze maar zeggen van het bestaat 168 jaar, ik moet dan altijd even nadenken. Ik denk van maar dat is toch een hele moderne, hedendaagse school. En dat is eigenlijk wel een compliment voor de school, hoe ze met behoud van de traditie en de uitgangspunten, hè, om leerlingen iets mee te geven voor de rest van hun leven, toch ook zijn meegaan met de tijd. Van den Nieuwenhuizen is slechts 1 jaar rector van de school geweest, maar toch kijkt ze met trots terug op deze periode. Wat het voor mij betekend heeft, was voor mij persoonlijk dat ik het een hele eervolle opdracht vond om samen met de mensen in de school er een heel mooi einde aan te breien. Een hele mooie strik omheen te doen. Dat vond ik, dat heeft het mij gebracht. Hoe doe je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? En ik denk dat we dat met elkaar, dat zeg ik met nadruk, heel goed hebben gedaan. We hebben een expositie, maar we hebben ook heel veel andere dingen gedaan gedurende het jaar. We gaan over 2 weken samen de sleutel omdraaien voor de laatste keer. Ja, dat zijn allemaal hele mooie momenten. Voor mensen zijn hele belangrijke momenten. En ik ben heel trots dat we dat goed met elkaar hebben kunnen doen. De expositie 1,5 eeuw Dominicus College is tot en met 18 augustus gratis te bezoeken in de Marienburgkapel.